laten we dan op zijn minst even feedback doen. Want het, zeg maar, dat doen we meestal in de wasstraat. Ja. Vorige keren, en het spijt me heel erg, beste kijkers. Heb ik jullie niet bedankt? Of hebben we jullie niet bedankt? Zeggen we zo, was er eigenlijk, dat was de 22 met name. Hebben mensen eigenlijk nog wel, hebben nog gecommuniceerd of hebben ze nog wat gezegd? En toen zeiden we, nou nee, het viel wel tegen eigenlijk, dat is niet zo. De volgende mensen. Nou ja, zeg. Ik heb een lijstje. Nee, maar wij waarderen voornamelijk heel erg als mensen ons retweeten en zeggen van dat het geweldig is. En een aantal mensen die doen dat gewoon elke keer. En dat trouwens, vind ik heel erg tof. Als je het klote vindt, dan kan je dat ook gewoon zeggen. Oh ja, vooral dat zeggen. Ook ja, tof om te ja. Als het klote is. Maar ik heb inderdaad een lijstje. Jij kan het, ik hoef het niet allemaal te zeggen. Maar heel veel collega's, heel veel mensen die ons volgen. En het ook allemaal retweeten. Doe dat meer. We waarderen dat heel erg. En dat zorgt ervoor dat, ja, dat we gewoon ook vaker bekeken worden. Nou, ik had wel een mooi compliment van iemand die zei dat de wasstraat op dit moment de beste, of zoiets, ja, wat is nou, de site is die het best omgaat met content. Ja, dat was Wes. Ja, dat is fantastisch. Ja, ja, en ik krijg van de mensen van het Content Café, ja, dus daar kom je dan. Ja. En die zeggen van, oh man, ik ben een enorme fan. En ik heb dat nog nooit gehad. En zo, waar heb je in godesnaam over? Ja, de wasstraat. Ik zeg, oh, wat tof joh. Dat zijn dan allemaal kijkers. Dat is een niche. Ja, het is een niche. Ja. Maar we hebben het over meer dan alleen maar content. We hebben het over zoveel andere onderwerpen. Ja, en het blijkt toch wel aan te slaan bij een heleboel mensen. Nou, ik vind het blij. Dat is natuurlijk erg leuk. Ja, dat is heel erg leuk. En we bestaan bij de gratie van de kijkers. Ik bedoel, we doen het eigenlijk voor onszelf. We willen gewoon dit gesprek hebben. En willen gewoon af en toe een loods inrijden, zodat de Mercedes bewerkt wordt. Ik vind eerlijk gezegd, vind ik kijkers een grappige bijkomstigheid. En ik vind het leuk om feedback te krijgen. Kijk, maar dat is niet, ik wil gewoon mijn mening geven. Dat is een beetje mijn probleem. Dus nou ja, eigenlijk. Nou ja, ik zeg altijd gekscherend. Maar ik doe het niet voor de kijkers, dat is niet zo. Nee, maar sorry, ik doe het niet voor jou. Ik doe het ook niet voor specifieke kijkers. We zijn begonnen om gewoon een gesprek met elkaar te hebben over ons vakgebied. En dat is ook de kern. Maar ik vind het wel heel erg fijn dat mensen meekijken. En ik denk dat we ook invloed kunnen uitoefenen via deze weg. Wellicht wel. En eigenlijk ook alvast een beetje ogen openen. Is Krijn Hoetmer, die gaat dat caption script maken. Oh ja. Kunnen skippen naar. Ja. Heeft hij gezegd, nou dat is wel fantastisch. Dat is heel erg fijn. En dan krijgt Krijn de speciale credit van ons. Want hij had dat namelijk gedaan op de Frontier site. Ja. Waar hebben ze echt een complete transcript van verschillende video's. Ja. Van het congres. En dan kan je dus klikken op paragrafen en dan skip je naar dat stuk in de video. Zie dat fragment inderdaad. Ja, dat vind ik echt fantastisch. Ja, dat is heel erg cool. En ja, dat moeten wij ook, inderdaad. Ja, nou, hij zit op dit moment volgens mij aan het bouwen. Dus. As we speak, hè? Yes. Ja. Ja, dat is wel heel erg tof. Maar misschien moeten we dat vaker doen. Hè? Als mensen zeggen van, nou, dat lijkt me wel leuk, maar waar doe ik het eigenlijk voor? Speciale credits. Je wordt genoemd bij de wasstraat. Vijftallen mensen die elke keer de wasstraat kijken en dan jouw naam horen. Dit is wel een heel lang meta-stukje aan het worden. Ja, sorry. We stoppen ermee.